But you could have given readings from the epicenter, from the point of the accident, yes, which would have been extremely helpful to people in other countries. Then we were accused of not, you know, informing the governments of the proper countries. It happened on Saturday, and the governments of proper countries are usually on holidays on weekends. Oh, come on. Monday, come on, on Monday, no, no, they no, no, received... No, 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 Mr. Pozniakov. They received you, information. You know, I would be astonished, and I don't think you're going to tell me, that the Kremlin closes down Friday evenings and opens up again on Monday mornings. I can assure you, could I see Mr. Pozniakov again for a moment? I can assure you... I didn't say about the Kremlin, I said the proper governments. I understand. I can assure you the State Department doesn't close down. I'm sure that Whitehall doesn't close down. I'm sure that the Élysée Palace doesn't close down. I'm sure that every government in Europe has duty officers on who could have accepted a call like that. Now, that's nonsense when you say it was over the weekend. Well, but it was over weekend. But it's nonsense when you suggest that you couldn't give information to other governments because it was a weekend. What I'm asking you is, why is information of this kind not put out on the Soviet media when it is, after all, something that is of international concern? I can understand that the Soviet media doesn't feel an obligation to reveal something that is of purely domestic interest. But I hope you'll understand that this is of more than just passing interest to your neighbors. Well, I think, again, and I could tell you that everything is blown out of proportions, as you yourself said, because all the reports tell us that people have to wash their vegetables, that milk is contaminated. But it's, if it's a little bit contaminated, it's well below the level which is dangerous for people's health. De Sovjet-Unie heeft het Westen gevraagd de kernramp niet te dramatiseren. Dat de Russen dat zelf ook niet doen, moet blijken uit kalme commentaren van mensen op straat. Предназначено, чтобы исключить утечку радиации из этих вещей. Вот это я знаю. Вот. But our press is don't do anything. Don't say anything about this. I don't know this. Без ещё аварии в том электростанции недалеко. Нет, мы не знаем. Нет, еще не знаю. Я в поезде ночью ехал, не знаю еще. Нет. In West-Europa blijft men controleren of er verhoogde radioactiviteit is. Vi törs inte låta våra barn leka som vanligt ute. Vi har här på oss, varje morgon jag vaknar så känner jag stark ångest. Men är inte det här väl drastiskt tycker du? Det tycker inte vi. Vi känner att vi måste göra någonting. Vi håller på att kvävas där uppe. Ivar, kom ut! Radioaktiv mjölk! Bij het ministerie van Volksgezondheid, de ANWB en het KNMI komen duizenden bezorgde telefoontjes binnen. Kan ik daar en daar veilig heen? Of hoe veilig is het in Nederland? KNMI Weerdienst van Linder. Dag mevrouw. Gaat u op vakantie of blijft u hier in Nederland? Ja, nou het is zo dat we tot, in ieder geval tot en met het weekeinde, hier geen merkbare stralingsverhoging zullen verwachten. Dus dat ziet er eigenlijk, ja er is eigenlijk geen reden om u wat dat betreft ongerust te maken. Op zijn vroegst zou er volgende week misschien een stralingsverhoging gemeten kunnen worden, vanaf zondagavond als er een buitje valt. Maar ik denk toch dat door de grote afstand van de plek van het ongeluk tot hier en door de omweg die de lucht maakt, dat de radioactiviteit dan zo verdund zal zijn dat u daar geen gevaar van hoeft te verwachten.
Onderzoekers van dit instituut van de Universiteit van Groningen meten de radioactieve straling in de lucht. Op het dak staat de meetapparatuur met een luchtfilter. Beneden in de kelder worden de meetgegevens verwerkt via een computer. En dan ontstaat er uiteindelijk zo'n tekening. De onderzoekers kunnen daaruit precies aflezen welke soorten radioactieve straling in de lucht voorkomen. Deze twee kleine streepjes op de tekening wijzen op straling afkomstig uit een kapotte kerncentrale. Ja, we hebben vanochtend twee lijntjes in ons spectrum gezien die daar van nature niet horen. Die behoren bij kernen die worden gemaakt bij de splijting van uranium. En we vermoeden dus dat die dus afkomstig zijn van de reactor bij Kiev. Vanochtend voor het eerst hebt u die straling gevonden in uw apparaten. Hebt u sindsdien nog nieuwe metingen gedaan? We hebben eigenlijk de hele tijd continu gemeten. Om 2 uur vanmiddag hebben we opnieuw een filter losgemaakt en op voort de detectieapparatuur gelegd en gezien dat de straling sinds vanochtend behoorlijk is toegenomen. En de straling boven ons land, afkomstig uit Rusland, blijft nog snel toenemen. Tussen 2 en 4 uur vanmiddag werd het in Groningen 5 maal zoveel. Het probleem zit erin dat er een radioactiviteit op de grond terechtgekomen is via de koeien, het melk, in mensen terecht kan komen en daar kunnen gezondheidsproblemen uit voortkomen. Zijn er bepaalde extra grote risicogroepen, zwangere vrouwen, kleine kinderen? Voor die melkconsumptie zouden er risicogroepen zijn. Voor het buitenlopen en dergelijke op het ogenblik is er geen enkel risico meer. Melk dat rechtstreeks bij de boer wordt gehaald, dat niet meer drinken? Melk rechtstreeks bij de boer, de vrije melk uit het kannetje en dergelijke, niet meer doen op dit moment. Gewassen, goed omwassen voordat je ze opeet. De melk die je via de handel krijgt, de verpakte melk, kaas en al die dingen, is geen probleem mee. No, non bisogna abbattere indistintamente i conigli. Solo i conigli alimentati con erba fresca della zona non devono essere commerciati e mangiati. I conigli degli allevamenti che sono alimentati con mangimi sintetici o con prodotti provenienti da fuori il territorio sono tranquillamente commestibili. De situatie is op dit moment vrij stabiel in Nederland. De luchtconcentraties aan radioactiviteit zijn laag. De concentraties in regenwater zijn nog vrij hoog. De concentraties in het oppervlaktewater hebben dezelfde waarde als gisteren, zijn dus verhoogd. De concentraties op de bodem, met name op het gras, zijn ook ongeveer gelijk aan die van gisteren. De meeste vragen komen van mensen die willen weten in welke mate het drinkwater vervuild is, de mate waarin het oppervlaktewater vervuild is, of kinderen nog veilig buiten kunnen spelen. Veel zwangere vrouwen komen met vragen in hoeverre ze gevaar lopen in verband met radioactieve besmetting. En nogal veel boeren die bezorgd zijn over het feit dat hun vee naar binnen moet. Bent u aan spinazie oogsten? Ja, daar moet je dan toch even mee stoppen. We hebben namelijk een veilverbod gekregen van het ministerie, omdat er te veel radioactiviteit in zou zitten. Ik vind het een ramp voor ons beroepsmensen. Het is het ergste wat eigenlijk kan overkomen. Het is het probleem is van er staat een mooi gewas en je ziet er helemaal niks aan wat er dus aan gekomen is, wat er aan gebeurd is.
It's now known that cesium concentrates in the sheep's milk, so while these lambs are being fattened up to go to market in 10 weeks' time, they are in fact absorbing the levels of radiation, which could mean they won't get to market. And tomorrow, in this freshly painted courthouse, three men will go on trial, charged with causing danger and disruption on a scale rarely seen outside war. De kerncentrale van Tsjernobyl. De opdracht tot de bouw was gegeven in 1977. Nog geen 10 jaar later was het nucleaire paradepaardje. Krachtigste centrale, grootste capaciteit. 26 april 1986 werd de trots van de Russen een nachtmerrie. Voor henzelf en voor de rest van de wereld. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. Она больно затронула советских людей, взволновала международную общественность. Чернобыль. Een chroniek van bange weken. Toen het vuur in de reactorruimte was bedwongen en het medisch personeel deze weg gebruikte om de slachtoffers van brand en straling naar de klinieken in Kiev te vervoeren, toen begon de strijd pas echt. Dit is bijzonder gebied. Toegang alleen met speciale passen. Op de kaart is een rode cirkel om de kerncentrale getrokken. Een cirkel met een straal van 30 kilometer. De gevarengrens waarbinnen we moeten leven is officieel vastgelegd. Создана правительственная комиссия во главе с заместителем председателя Совета министров СССР Борисом. Een regeringscommissie met aan het hoofd vicepremier Boris Sherbina fungeert als crisiscentrum. In zijn opdracht wordt vanuit alle hoeken van de Sovjet-Unie mankracht en materieel naar Tsjernobyl gestuurd. De boerderijen werden verlaten, het bedrijfsleven lag stil, scholen gingen dicht. De bevolking van Tsjernobyl en van de dorpen in de omgeving werd onmiddellijk geëvacueerd. 40.000 mensen, om te beginnen. Die nacht in april lieten de gebruikelijke afscheidswoorden "goeie reis" een bittere nasmaak achter. De dodelijke en onzichtbare vijand, die zelfs dwars door de ijzeren bepansering heen de naalden van de dosismeters ver buiten de schaal deed uitslaan, sloeg onverbiddelijk toe in het lichaam van de mens. Straling. Het ruikt niet, is onzichtbaar, heeft geen kleur, alleen een stem. Deze. На экране один из кадров, который студийный ТК сначала задержал как брак. Deze beelden werden aanvankelijk door de studio achtergehouden, omdat de kwaliteit ervan niet voldoende zou zijn. Maar het gaat niet om een slechte opname. Het is de zichtbare aanwezigheid van straling. Deze korte opname werd gemaakt toen toestemming werd gegeven om de panzerwagens te verlaten. Maar alleen via het luik en niet langer dan 30 seconden. Maar op die avond in april zijn de eerste mensen er al op afgegaan. Zonder panzer, zonder bescherming, zonder stopwatch. Ze betraden het terrein terwijl ze wisten welk gevaar ze liepen.
In onze tweede camera zat een zwart-wit film. Daarom wordt dit verslag van de eerste dagen geschreven in zwart en wit. De kleuren van paniek en rouw. Daar heb je hem. De vierde reactor van de kerncentrale. Kort na de explosie waarbij het deksel van de reactorruimte werd weggeblazen. Een lid van de regeringscommissie deelt mee. Усилиями уже локализовали мощное горение, которое могло привести к очень большим неприятностям. Но продолжалось горение в графите реактора, выделялись радиоактивные аэрозоли. И поэтому правительственная комиссия в дебатах и спорах почувствовала, что традиционными способами, которые на станции были заготовлены, локализовать эту аварию не удастся. Стали на ходу принимать решения, которые позволили бы эту задачу локализации, создание первого защитного барьера на пути распространения радиоактивности решить. И вот было принято атаковать этот реактор сверху. Были подобраны соответствующие композиции, которые позволили бы... Met stoffen die de hitte zouden indammen en die tegelijkertijd een krachtig filter vormden waarmee de verspreiding van de straling kon worden tegengegaan, werd de strijd tegen de onzichtbare vijand geopend. Традиционная обстановка для работ безопасная. И поэтому ищем таких путей, которые бы, с одной стороны, надежно локализовали, но с другой стороны, не подвергали бы опасности людей, которые работают. Een andere prioriteit die de regeringscommissie stelde, het afkoelen van het nucleaire, ziedende brouwsel door middel van vloeibaar stikstof. Жидким азотом охладить клокотание адской ядерной кухни. U ziet een bijeenkomst van de commissie onder voorzitterschap van Sovjet-minister Ivan Silaev. Уходили месяцы. Я только говорю с мостовым. Сейчас он связывается со Львовым и после оперативки позвонит. Теперь достаточно. Nu is één enkele avond genoeg om de belangrijkste beslissingen te nemen, zonder enig voorbehoud, alsof de bureaucratische instanties niet bestaan. Voor een interdepartementale beslissing is het genoeg om van de ene tafel naar de andere te lopen. Достаточно перейти от стола к столу в штабе комиссии. Так, значит, сегодня у нас будет такая, товарищи, давайте обстановка приедут. Новые товарищи, я думаю, что мы вначале их ведем в общий курс дела где-то часов 15. И на 17 часов назначим рассмотрение предложений проектантов по саркофагу, по канатной линии, весь комплекс проектных вопросов. Есть вопросы, товарищи, нет? Нет, закончили. Люди немного... De mannen zijn laconiek, nauwkeurig, vastberaden. Instructies worden zonder stemverheffing gegeven. Ze worden onmiddellijk en zonder voorbehoud uitgevoerd. Het is in dit soort situaties bijzonder moeilijk om in te schatten wat het gevolg zal zijn van je handelen. Maar één ding is zeker. Niemand heeft het recht om een fout te maken. Niemand heeft het recht een fout te maken. Vooral hier niet. Eén stap verder dan de weg die al verkend is, en de stap kan onherroepelijk zijn. Daarom worden werktijden nog steeds in minuten uitgedrukt. De stralingsniveaus zijn zeer hoog. Alle gangen, installaties en oppervlakten worden stap voor stap onderzocht. De mannen die er werken zijn zich ten volle van het gevaar bewust. Ze vervullen allereerst hun taak, hoe gevaarlijk ook. Daarna kijken ze pas op hun eigen dosismeter om te zien hoe ver die uitslaat. Niemand mag hier nog een fout maken. Om de stralingsbronnen af te dekken, werd vanuit helikopters 5000 ton zand, boor en lood in de dodelijke openingen van de reactor gestort. Hierdoor werd weliswaar het stralingsniveau verminderd, maar het gewicht dat op de constructie drukte, nam drastisch toe. Welk onheil staat ons te wachten
als de fundering deze last niet houdt? En wat als de reactorkern zich door de betonnen bodem brandt? Zandsteen gaat vat na vat de tunnel in, tot in het inferno van de reactor. Beton wordt via buizen diep de grond ingegoten. Onder de bodem van de centrale probeert men een extra betonlaag aan te brengen. Uiteindelijk wil men de hele centrale in een sarcofaag van beton gieten. De temperatuur plus 35. Als de mijnwerkers, die in ploegen van 3 uur werken, hun eerste betonnen tanden onder de bodem van de reactor hebben gezet, is er tenminste 1 gevaar geweken. Wat een gevoel van opluchting hadden we toen we, achter onze tv's gezeten, de voorzitter van de regeringscommissie hoorden zeggen: we kunnen vandaag eindelijk even ademhalen. Het grootste onheil ligt achter ons. Dit betekent dat de vijand tot staan is gebracht. Van nu af kunnen we geleidelijk aan van de verdediging overschakelen naar de aanval. Враг остановлен. От обороны, пусть медленно, пусть крайне осторожно. Можно переходить к наступлению. Из хроники событий. Uit de chroniek der gebeurtenissen blijkt dat er in de omgeving van Tsjernobyl funderingen gelegd zijn voor 3 betonfabrieken. De eerste zal in 10 dagen bedrijfsklaar zijn. Dat is verbazingwekkend, zelfs hier. Ondertussen wordt van heinde en verre het beton aangevoerd. 9 mei, de dag waarop het eerste beton arriveert, wordt als de dag van de overwinning beschouwd. Alles wat binnen de gevarenzone lag, zowel materieel als mensen, stond onder strikte controle. Op kritieke plaatsen wordt een minimum aan risico genomen en een maximum aan veiligheidsmaatregelen. Alleen zo kan en mag er gewerkt worden, luidt het voorschrift van het operationele hoofdkwartier. Berichten, adressen, familienamen. Men zoekt naar verwanten. Een jonge arts. Net als zijn collega's kwam hij hier voor het eerst in zijn medische carrière in aanraking met de schrijnende gevolgen van radioactieve besmetting. Door het invoeren van een strikte controle op de toelaatbare stralingsdosis per persoon speelden zij het klaar om te voorkomen dat de stralingsziekte op grote schaal fataal werd. Буквально через 15-20 минут после аварии все главные специалисты были вызваны по телефону на свои рабочие места. Медики шли не только по вызову, они шли по зову сердца, зная о том, что они там нужны в этой экстремальной ситуации. Особый героизм проявили у нас сотрудники скорой помощи, потому что они именно из горящего блока вывезли не один десяток пострадавших. Такие врачи, как Белоконь Валентин, Тынянов Павел, вот, водители скорых машин, Гумаров Анатолий, Винокур Анатолий, Виктор Кривошипа, который в настоящее время находится на лечении в одной из клиник города Москвы. Их машины... Sinds die avond in april kunnen de ambulances niet meer worden gebruikt. Ze mogen zelfs niet worden omgesmolten. Zo hoog was de stralingsdosis die ze hadden opgelopen. Zichzelf vergetend redden de medici de slachtoffers en hielpen ze op weg naar het vliegveld. Als er onmiddellijke bloedtransfusies nodig waren, waren zij de eerste om hun eigen bloed te geven
en ze namen voor zichzelf pas als laatste veiligheidsmaatregelen. Ook de verderop gelegen dorpen worden ontruimd. Verlaten liggen ze onder een stralende hemel. Lente wordt niet meer door dichters, maar door stralingsdeskundigen beschreven. Milirem, Becquerel, Jodium 131, halfwaardetijd. Als in een boze droom werden ze uit hun dorpen weggevoerd. Maar al werden de slachtoffers van Tsjernobyl overal met open armen en gastvrij ontvangen, het huis van een ander wordt nooit je eigen huis. Боль крестьянина можно понять. Что будет с их селами? Hun angst is zo begrijpelijk. Wat zal er gebeuren met hun akkers, hun weiden, hun vee? De toekomst die ze zich hadden gedroomd, wordt hun abrupt ontnomen. De evacuees in hun diaspora zijn voortdurend naar elkaar op zoek. Niet alleen op het postkantoor was men gedwongen de gebruikelijke manier van werken aan de omstandigheden aan te passen. De eerste 10 dagen na de ramp werd er in Tsjernobyl geen krant gedrukt. Ingrijpende operaties werden uitgevoerd, volksverhuizingen vonden plaats, veestapels werden verplaatst. Dat alles zonder de gebruikelijke papierlawine. Hallo, ik heb bloedgroep A, rhesus negatief. Ik wil graag helpen. Ik ben nog klein en kan niet zoveel helpen. Ik nodig u uit om de zomer bij mij thuis door te brengen. Zo kunnen kinderen ons een lesje leren in solidariteit en burgerplicht. In deze rampzalige zomer zijn hele klassen, scholen, wijken naar veiliger plaatsen gezonden. Deze zomer zal in de parken van Kiev en aan de oevers van de Dnieper het lachen van de kinderen niet meer te horen zijn. Tegen de gevolgen van de ramp moeten we allen worden beschermd, maar bovenal de kinderen. De aanblik van Kiev en van andere steden in de buurt van het rampgebied werd er niet vrolijker op. Находил в себе силы даже шутить, дожидаясь милых каракулей в конверте. Voor hen die vielen in de Tweede Wereldoorlog werd boven op de heuvel een gedenkteken opgericht. Voor de geëvacueerde arbeiders van de Tsjernobylcentrale werden in ijltempo prefabwoningen neergezet. Дорогая мама, в газетах пишут, что на нашей АЭС еще опасно. Если можно, забери книгу об Экзюпери из серии ЖЗМ из нашей припятской квартиры. De brieven van de geëvacueerde kinderen worden door een team van Radio Ukraine opgenomen. Ченька, здравствуй. О нас не беспокойся. Отдыхай хорошо. Участвуй во всей жизни в лагере. Веди себя хорошо. Очень буду ждать от тебя письмо. Пиши нам на пионерский лагерь сказочный. Мы с папой в отпуск еще пойдем. Не скоро. Ну вот вроде бы и все. О нас не волнуйся еще раз тебе. Говорю. Большой привет тебе от всех знакомых. Кое-каких девочек я уже тебе нашла. Потом тебе сообщу их адреса. Ну все, дорогая доченька, целуем тебя и обнимаем.
De helden van het eerste uur. In die beruchte aprilnacht waren zij de eerste om het vuur te bestrijden. Dat ze hoge stralingsdosis opliepen, staat vast. Hoeveel van hen direct of op termijn de dood hebben gevonden, is moeilijk te achterhalen. Maar slachtoffers vielen. Hun foto's hangen ingelijst aan fabrieksmuren. Hun trouwfoto's staan op de schoorsteenmantels in de huiskamers. De helden van Tsjernobyl, die het vuur wisten te bedwingen. Ze kenden het gevaar dat ze liepen. Maar sterker dan hun drang tot zelfbehoud was hun wil een nog groter onheil te voorkomen. Al ging dat ten koste van hun eigen leven. Om hun bereidheid zichzelf op te offeren, om hun moed niet op de vlucht te slaan in het aangezicht van het infernale vuur, zullen zij in onze herinnering voort blijven leven. Generaal-majoor Bendov. Там было большое количество наших работников. Это был подлинно массовый, такой, ну даже будем говорить, героизм. Не было ни одного случая отказа от службы или попытки уклониться от выполнения самой сложной, самой серьезной задачи. Если говорить о населении, то это высокий уровень сознания, высокой нравственности. Ну, во-первых, не было паники. Второй раз в разговорах с людьми в нашем фильме звучит слово героизм. Dit is de tweede keer dat betrokkenen zelf het woord heldendom gebruiken. Het wordt zachtjes uitgesproken, alsof men zich ervoor schaamt, zoals in oorlogstijd. Maar hoe vaak blijft in vredestijd de domheid, het geknoei en geklungel, het gebrek aan verantwoordelijkheid van hooggeplaatste personen niet verborgen, dankzij de voorbeeldige inzet van anderen. Carrièrezucht, incompetentie, demagogie en egoïsme worden betaald met de gezondheid, het leven van anderen. De partij heeft dan ook verklaard dat ze onvoorwaardelijk bestreden moeten worden. Want zijn zij niet de werkelijke oorzaken van de ramp in Tsjernobyl, zoals het ook zijn van andere calamiteiten? Niet alles was heldenmoed wat de klok sloeg. Blunderaars, bureaucraten en lafaards werden ook zo genoemd. Tijdens partijvergaderingen ging het er dan ook verhit aan toe, die eerste week. Dat kan ook niet anders. De omvang van het onheil dat is aangericht verdraagt geen halfzachtheid. И давайте так поговорим откровенно. Кончилась эвакуация. Но все же понимали, что сказано было женщин и детей. Можно сопроводить, можно устроиться. Но можно было на завтра же позвонить Припятский горком партии, дать телеграмму. Некоторые, правда, имеют основательные документы, нечего говорить. Но есть товарищи коммунисты, которые, зная обстановку здесь, отсиживались в селах до 10 числа. Как назвать таких товарищей? Случайный человек. Трус. Вдобавок. Почему шкурник? Вдобавок. Он свои дела там решал. Это не какой-то не коммунист. Исключают из партии. Deze hier werd uit de partij gezet. Hij liet zijn post en zijn kameraden die in nood verkeerden achter. Maar het meest onvergeeflijke is dat hij de kinderen, de teenagers, aan hun lot overliet. Zij die wegliepen en zich verborgen hielden, waren ook degenen die bij vergaderingen de beste indruk probeerden te maken. Maar het werd gevaarlijk om hier te blijven likken. De reactor maakt het weinig uit wie het lievelingetje van de baas is en wie niet. Deze technicus van de centrale nam de benen en ging er 50 kilometer vandoor. Более 3000 уже написало только в горком партии писем с просьбой устроиться на работу. А наш работник, трус оказался, уехал и сейчас красивыми словами хочет нас, значит, всех расстроить. Это самый настоящий трус. И нечего держать сейчас на атомной станции. Никаких должностей ему не должно быть. Трусам и паникерам не место там. Да, сейчас не военный. Dit is geen oorlogstijd.
deserteurs worden niet doodgeschoten. Maar onze algehele minachting zal hem zijn leven lang achtervolgen. Ons leger werd in staat van alarm gebracht. Het werd in stelling gebracht bij de grens van het rampgebied. Het was als het overtrekken van een frontlijn, maar zonder munitie en ongewapend. Op de stafkaarten in het hoofdkwartier is het middelpunt van de rode cirkel zwart gekleurd. Panzerbataljons, verkenningseenheden, genietroepen en andere gespecialiseerde eenheden rukken op naar de kern van de onheilscirkel. Разведка проведена двумя расчетами БРДМ. По заключениям разведки поставлена задача на дезактивацию 20 зданий. До 3 часов дня будет выполнено. 9-этажных зданий обработано 6, 5-этажных зданий 9. Bij nationale rampen, zoals bosbranden, aardbevingen, overstromingen, is de berichtgeving in de kranten meestal laconiek van toon. Maar wat gaat er schuil achter een kop als militaire eenheden namen deel aan de reddingsoperaties? Strikt genomen is de ramp in Tsjernobyl er een van nationale omvang, maar in haar nasleep is ze veel ernstiger. Daarom moet het stralingsgevaar gestopt worden. Van vliegvelden zoals dit hier vertrokken helikopterpiloten om de strijd aan te binden. Ze verkenden het stralingsgebied, maakten luchtfoto's van het terrein en bombardeerden de opening van de reactor met zakken lood, boor en zand. Het gebied dat ontsmet moet worden, is nu in kaart gebracht. Het radioactieve stof moet met behulp van speciale oplossingsmiddelen worden neergeslagen om de verspreiding ervan te voorkomen. In de chroniek der gebeurtenissen staat met hoofdletters geschreven: afschermen, afschermen, afschermen. Dat was de belangrijkste order van het operationeel hoofdkwartier. Een betonnen muur gaat naar beneden tot een diepte van 40 meter om het grondwater te beschermen. In een tunnel onder de reactor nemen 150 vrijwilligers het werk over van de mijnwerkers. Er waren veel meer aanmeldingen dan er plaatsen in de ploegen beschikbaar waren. In een van de vliegtuigen werden zelfs 7 verstekelingen aangetroffen. Die lopen hier nu wacht. Dit zijn bussen uit Lof die met lood en een stalen bepantsering werden uitgerust. De fabriek daar kreeg het verzoek op donderdag, laat op de dag, en zaterdags al vertrokken deze speciale bussen op weg naar Tsjernobyl. Zo reageerden alle industriële centra van de Sovjetrepubliek op de oproep uit Tsjernobyl, zonder enige vertraging. Minuten van rust zijn zeldzaam. Het is als in de loopgraven tussen de gevechtshandelingen door. De eerste luchtbrug tussen Tsjernobyl en Moskou kwam tot stand. Kunstenaars uit Moskou, Kiev en andere culturele centra beschouwden het als hun plicht om voor de mensen in het rampgebied op te treden. Het was een strijd die onafgebroken doorging. Hoe vaak kwam het niet voor dat de noodsignalen uit Tsjernobyl het edelste in de mens aan de oppervlakte brachten? Neem deze student journalistiek van de Patrice Lumumba Vriendschapsuniversiteit. Hij kon stage lopen in Moskou, op de Krim en in tal van andere aantrekkelijke plaatsen. Maar hij koos Tsjernobyl. Сам себе говорю о том, что я поступил, в общем-то, правильно, и то, что я получаю здесь, и в смысле работы редакции, и все то, что здесь вокруг видишь, сейчас слышишь, есть на чем подумать. Er is inderdaad heel wat om over na te denken.
na het uitbreken van de ramp, ontbrak het ons soms aan verantwoorde en relevante informatie. De waarheid in het teken van de wederopbouw. We danken haar aan de oprechtheid van het partijcongres. Thans bestaat de waarheid eruit dat elke partijbijeenkomst in Tsjernobyl begint met 1 minuut stilte ter nagedachtenis aan hen die aan de ramp gestorven zijn. We hebben niet het recht om zelf genoegzaam te zijn, om de waarheid te kleuren, te liegen. De waarheid is dat we met pijn in ons hart gedwongen zijn om op kerkhoven als hier bij Tsjernobyl ons werk te begraven. De waarheid is dat het merendeel van de 100.000 evacuees hier niet meer zal terugkeren. De gruwelijke waarheid is dat het vreedzaam gebruik van kernenergie even bedreigend is als een kernoorlog. De waarheid is dat we liever een atoom bevrijden dan onszelf. De waarheid is dat aan de boom van onze kennis gevaarlijke vruchten groeien. По 27 апреля 86 года находилась в городе Припяти, непосредственно в близости от Чернобыльской атомной электростанции. С 27 апреля по 2 июня находилась в городе Чернобыле и работала в райкоме партии. Лимфоциты абсолютное количество 1320, тромбоциты 258 тысяч и нейтрофилы 3740. Динамика анализа 2, 4 и 6 июня вполне благополучна. Vrouwen. Ze hebben zelf gevraagd of ze hier naartoe gestuurd konden worden. Wat moet de paradox waarin ze leven gruwelijk zijn? De melk voor hun kinderen vergiftigd. Hun groenten moeten worden vernietigd. Hoe ontwikkelt zich later de vrucht van hun schoot? S'nachts, in een gastenkamer in het voormalige pionierskamp, zullen ze hun woede en verdriet er wel uithuilen. Zodat ze 's ochtends op het werk weer kunnen lachen en vrolijk kunnen zijn. En al het werk wat voorhanden is, nemen ze aan. Ten bate van de wederopbouw. Van. Voor wie? Sinds het ongeluk zijn er 25 weken voorbij gegaan. 25 weken slechts. Maar het lijkt of ze een leven lang hebben geduurd. Het ongeluk in de reactor bracht de energievoorziening van het land in gevaar. De centrale met een capaciteit van 1 miljoen kilowatt moet zo snel mogelijk weer worden opgestart. De eerste reactor werkt alweer. De tweede volgt binnenkort. Zo winnen we sprongsgewijs terrein terug. De mensen maken nog steeds haast, maar nu op een planmatige manier, na zorgvuldig overleg, nauwkeurig het voor- en het tegen afwegend. Deze constructies zijn godzijdank niet bezweken. De massale aanvoer van het beton is juist op tijd op gang gekomen. 5000 kuub per dag. Om de infernale keuken in te metselen in een mausoleum van vele meters dik beton. Voor eeuwig. Vladimir Shevchenko. Een jaar na het maken van deze documentaire stierf hij aan de straling van Tsjernobyl.
Hij zal de laatste niet zijn. Als u op deze documentaire wilt reageren, dan kunt u schrijven naar de RVU, postbus 1950, 1200 BZ, Hilversum. Dit is het boekje Straling en radioactiviteit van TNO. Hierin wordt onder andere uitgelegd hoe stralingskanker ontstaat en in hoeverre bescherming daartegen mogelijk is. De uitgave, die ook in de boekhandel te koop is, kost 9,90 gulden. U krijgt een exemplaar thuisgestuurd als u dat bedrag overmaakt op Giro 66 3x8... ten name van de RVU in Hilversum onder vermelding van straling.